Laat het ons even weten. Soms is zelfs van jou. Als je dat weer doet, ben je baas. Een hele goede morgen. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zondag. En er begint weer een nieuwe week. Wij zouden vandaag eigenlijk naar de Efteling gaan, maar dat gaat helaas niet door. Zoals jullie denk ik allemaal wel hebben meegekregen, zitten we weer in een lockdown helaas. Natuurlijk hebben jullie dit allemaal meegekregen. Wij gaan even wandelen en jullie denken misschien waarom zie ik er zo opgeroft uit. Ik moet nog wat foto's maken voor een samenwerking. Maar wat ik nu ga doen is een adventskalender uitpakken waarvan we nog geen één vakje hebben overgemaakt. Waar staat dat ding, Ries? Maar nu dacht ik, ik laat aan jullie zien wat voor smaken er in zitten. En mochten jullie nou een Dolce Gusto apparaat thuis hebben, laat het hier dan eventjes onder weten. En dan stuur het op. Dan stuur ik het gewoon naar je op, want anders is het ook zonde en gaat het gewoon weg. Want wij gebruiken dit niet. Dus ik laat eventjes een aantal vakjes aan jullie zien. Niet allemaal, want het is gewoon koffie. Wie het eerst komt, wie het eerst maal. Oké, ik ga natuurlijk gewoon beginnen met vakje 1. De cups zijn dat, hè? Heel goed. Dit is gewoon een Lungo. Vakje 2. Grand Intenso. Ja, ik heb geen stand voor koffie, jongens. Maar... sterke, kun je ook zien aan die zijkant, hè? Ah, naar vakje 4. 3. Nee, we gaan ze niet allemaal doen. Oeh, een Dalamere Crema d'Oro. Ja, ik vind dit er dus uitzien. Alsof als ik een koffie zou drinken, zou ik dit doen. Ardenza. Dagje 24. Oeh, kijk, Starbucks. Starbucks House Blend. Dus ik ga deze adventskalender even uitpakken. Stop het dan in een zakje. En mocht iemand het willen hebben, laat het dan hieronder eventjes weten. Dan stuur ik het naar je op. Dit zit er allemaal in. Laat het ons eventjes weten. Jongens, Richard heeft nog een berichtje voor jullie. Dus... jullie zijn een toetenwin met allemaal lekkere koffiesmaak. Lotte en Witten in de reacties hieronder. Yo. We zijn alweer eventjes onderweg. We zijn bijna bij het park. Het foto's maken gaat niet door. Dus dat ik er zo uitgedost uitzie. Past niet heel erg ergens goed voor, maar het komt. Het is gewoon echt heel druiderig weer. Misschien nog eventjes wat filmpjes maken voor de rails in het park. Dat gingen we wel even doen. Dus het maakt ook weer niet zo uiterlijk uitgedost uitzie. Oké, laat maar. Wow. Sick, dat had ik moeten filmen. Richard spuugde van een afstandje zo de kauwgom in de prullenbak. Echt vet sick. Was echt gewoon van 2,5 meter of zo. Ik geef het echt een 10. Dat deed je echt netjes, man. Oh, ze blijven staan. Ga maar lopen. Ga maar lopen, Rijsie. Kom maar. Jongens, ik heb vanmorgen heb ik eventjes alles in mijn adventskalender geordend. Hier zitten al mijn make-up producten wat ik al heb gekregen. En hier zitten al mijn huisverzorgingsproducten die ik heb gekregen. En Ries en ik hebben net alvast eventjes de adventskalender unboxed. Maar we hadden vandaag wel echt een vet goede dag. Dit is namelijk de badge. Gewoon deze kaars in mijn Yankee Candle. Eindelijk een keer een goed vakje. En dit is de geur Christmas Magic. Maar deze krijgt Ries van mij. Ries had een English pudding koffietje, een boom, een Raffaello, twee kinder chocolaatjes. En in mijn cult adventskalender zat dit palet zelfs. Nou, echt vet goede dagen op het eind. En dit is een oogschaduw palet met deze hele mooie kleuren. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En het was vanochtend vroeg, want om 7 uur ben ik al begonnen met werken. Toen heb ik even 2 uurtjes gewerkt van 7 tot 9. En nu is het dan tijd om naar Nijmegen te gaan. Of, ik heb zometeen een echo en dan een aanvullend onderzoek met de injecties in mijn ontstekingen. En op basis daarvan gaan we dan kijken of ik een operatie krijg of niet. En ik heb er geen zin in. Nou, we zijn weer op de terugweg. De prik zit erin. Het viel gelukkig mee. Ik hoefde alleen mijn linkerheup te prikken en normaal gezien krijg je volgens mij je verdoving en het
ontstekingsremmer in 2 prikken, maar hij had het bij elkaar ingedaan ofzo. En hij zei ook dat ik een andere prik kreeg dan normaal, omdat ik nog best wel heel erg jong was. Je kan van die gaten in je heupen en je kont krijgen, van die deuken in je heupen en je kont krijgen. En hij deed iets anders in, zodat de kans daarop kleiner was, dus dat was heel fijn. En voor de rest, ja, die prik was natuurlijk gewoon echt niet fijn en die naald was echt heel erg lang. Wat natuurlijk wel logisch is, want ze prikken helemaal door pezen heen en spieren heen, want die slijm zit tussen je bot en je pees. Dus je voelde ook, je zag ook op dat radio, want hij ging ondertussen radio. Een echo doen en op dat tv-schermpje zag je dan waar die prik ging. Dus daar durfde ik niet zo goed naar te kijken. En toen ik die naald zag, had ik echt helemaal naar. Maar op zich viel het mee. Hij deed al pijn, maar het was niet, ik had er niet zo zenuwachtig voor hoeven te zijn als wat ik was. En daarna moesten we nog eventjes wachten in het ziekenhuis om te kijken of de pijn erger werd. En moest ik even traplopen en zo. En op zich, hij deed wel iets meer pijn dan normaal, maar wel oké. Nu kan het 3 dagen lang wel de pijn wel oplopen en daarna zou het me moeten helpen. How's it going? It's going not really good, not really bad. Maar ik ben heel thuis nog en licht in mijn hoofd. En we hebben alvast eventjes adventkalenders opengemaakt, omdat ik niet zo goed op de grond kon zitten. Hebben we het even zonder jullie gedaan, maar dat is ook niet erg, want ik laat jullie alsnog zien wat erin zat. In de kinderkalender zat dit surprise-ei. Ries heeft een koffiesmaakje die hij nog niet heeft gehad. Dit is een caramel toffee. Ja, best lekker. Dan zat er dit kaarsje in een Yankee Candle, weer een grotere. Het is Twinkling Lights, ruikt heel lekker zoet. Een Raffaello in de Ferrero Rocher kalender. Deze kindjes in zijn kerstkalender, of zijn kerstdorp kalender. En dit nachtserum in mijn cult adventkalender. Woensdag en Ries en ik werken weer thuis. Ik sta eventjes buiten, want ik wil voor jullie eventjes de mooie zonsopgang filmen. En vandaag komen de monteur en komen Gerard langs om te kijken wat ze kunnen fixen aan de deuren. Want die zijn een soort van lek. Er zit steeds heel veel condens op, waardoor de plinten helemaal loslaten en zo. En vanavond gaan we burgers halen en mijn kerstpakket bij mijn werk. Nou, wij zijn onderweg. Ons dagje werken zit er weer op. Mijn heup gaat echt stukken beter gelukkig. Yes. En wij gaan burgertje halen en 2 kerstpakketten. Ik ben zelf een beetje awkward om 2 kerstpakketten te vragen. Maar goed, mijn collega zei wel dat ik dat gewoon echt mocht. Dus dat is leuk. En die ga ik straks of morgen eventjes voor jullie unboxen. Wat voor sfeertje er hing, dat was echt heel erg leuk. Ik heb 2 kerstpakketten ook echt gekregen, dus dat is nog leuker. En ik 2 pasjes patat. Ja, want ik kon niet, het was echt heel erg veel. En vorig jaar hadden we dit ook al, dus we kennen het concept al een beetje, maar het was gewoon weer heel erg leuk, hè? Ja, zeker. Heel lekker. Ja. Nou is het tijd om een kerstpakket uit te pakken en ik dacht, ik ga het maar gelijk even met jullie samen. Oeh, food, a lot of food. Nice. Hey, vechtersrolletjes. Leuk. Dit is toch echt Twents? Of ja, Drents? Twents. Oké. Okay. Het is heel veel eten. Lekker. Eerst vechtersrolletjes. Dan naturel chips. Ribbel. Oh, dat kaas was. Ja, dacht ik wel. Fudge. Lekker. Fudge. Pasta. Nou, dan heel veel voor Ries. Bier. Bier. Nog meer bier. En nog meer bier. Dan zoutjes. Ik vind dit wel wat, hè? Pasta saus. Dat is handig. Koning van vorig jaar. Vijgenkompotten, dus dan zit er vast ook nog iets van kaas bij. Kunnen we gelijk meenemen naar je ouders. Ja, net als die andere die al 3 weken staan. Marshmallows. Oeh, lekker. Boven ons haardvuurtje van het zomer.
Nou, hier hebben we de kaas. Mosterd dilledip. Dat is echt die boeren, hè? Ja, gaat ook naar je ouders. Een pure Toblerone. Lekker dat deze puur is. Daar ga ik vanavond een stukje van nemen. Echt? Strooikaas. Bij de pasta, denk ik. Zoutjes. Dat is wel eten, hè? Toosjes. Muffins. Chocolademelk. Ik zie daar niets. Met slagroom. Een fles witte wijn. Pinot Grigio, dat is je lievelings. Dat is mijn En een prosecco. En er zitten nog een paar producten. Pesto, ook wel bij de pasta denk ik. Twee pakjes Stevia. En dan nog een zak drop en een zak M&M's. Het pakket van Siska. Deze was een stukje grotere doos, maar hij was wel een stuk lichter. Alleen maar chips. Oké. Popcorn, sweet en salty. Heel lekker. Hier kun je je eigen choco spoons mee maken. Oh, ja. Oh, hier, dan hebben we de chocola waarmee je het kan maken. Kookchocola. Dan een stukje kaas voor Jantina en Betje. Betje? Mm-hmm. Dat gaat hij niet leuk vinden, hoor. Sorry, Betje. Ik bedoel Bet. Dan weer een flesje bier voor Ries. Cornet. Ja, had ik net ook. Oeh, een dekentje. Wow, die is groot. Oh, en hij voelt al heel erg lekker zacht aan. Die is voor Ries, hè? Ja, ik weet nu al dat jij ervan gaat inpikken. Ja. Is dat vliesdekentje? Die is voor Ries. Lekker. Ik ben blij met zo'n kerstpakket, hoor. Dan een zak chips cheddar kaas. Wat zijn die kaasjes? Een noten melange. Worstjes. Die ga ik vanavond nemen. Oeh, twee blikjes. Die zien er heel lekker uit. Oh nee, sparkling water. Dat is wat meer voor jou. Dit is met grapefruit en dit is met... Is dat met of zonder alcohol? Ik vind die met alcohol. Zonder, denk ik. Raspberry en lime. Dat ziet er wel lekker uit. Nog een fles wijn. Dat is rood, rode. Mm. Oh, de rode, witte en prosecco. En als laatste winterthee. Kijk, volgens mij ziet het er heel schattig uit, deze winterthee. Kijk nou jongens, dit zijn die theezakjes. Kijk, dan doe je zo je theezakje zo. En dan kan je... Dat is echt... Die zijn echt leuk. Vergeten adventskalenders open te maken. Dus we maken vandaag in totaal 2 vakjes en van 1 kalender zelfs 3 vakjes. Maar dag 24, want het is vandaag kerstavond, maken we pas vanavond open en dag 25 ook. En Ries en ik moeten vandaag allebei werken gewoon. Ik moet tot 3:30 werken. Ik kan mijn bril even normaal opzetten. En jij moet tot, sowieso tot 4:30 en misschien iets korter, hè? Ja. En vanavond gaan we courbetten, maar dat zullen jullie allemaal nog wel zien. Eerst gaan we de vakjes open maken. 24 euro. Maar ja, koffie is koffie. Koffie. Vanuit. Een kerstman pop. Wees blij dat hij niet op dag 24 zit. Dat is wel eens een kerstbonbon. Tada! Ja, Christmas cookie! Lekker! Ik zag het al via. Leuk! Mijn laatste. Kijk, met een trompet. Oh, leuk! Dan weet ik wat er in jouw laatste vakje zit. Oeh, klein maar fijn, Charlotte Tilbury. Hier zit dus een vloeibare oogschaduw in van Charlotte Tilbury in een hele mooie, beetje goudbruine kleur. Nou, het is inmiddels avond, wij hebben gewerkt en we hoefden allebei dus maar tot 3:30, ik weet niet of dat had gezegd. En wij gaan vanavond gezellig courbetten. Inmiddels staat achter ons alles al klaar, hebben we gezellig de vleesjes neergezet en... het eten, broodjes. Ik heb net een cocktail gemaakt. Want ik had bedacht om 3 verschillende cocktails vanavond te maken. Allereerst deze.
We hebben hier lekker kaas van de burgertjes. En we kunnen lekker chipjes in een pannetje doen. We hebben daar heel veel vlees. Hier ook nog gamba's, worstjes, saté. Hier hebben we nog kip. Hier hebben we allemaal dipjes. Ui, champignon, komkommetjes, broodjes, frietjes. Ik ben dus net begonnen met boeken lezen. Wow, wat kleine lettertjes. Dat is voor de gek houden. Maar dit is echt zo'n formaat boekje wat ik nog wel een keer door zou kunnen. Echt een beetje Donald Duck pocket, toch? Ja, de bladzijde heeft dit. En de Harry Potter films vond ik altijd wel leuk om te kijken. Dat vind ik echt heel leuk. Ga ik vanavond nog een kopje thee drinken. Wat ik heb gekregen van de kerstman. Allereerst deze heerlijke Bartsmuts. Heel erg blij mee. Dan deze ontzettend leuke kop met allemaal notenkraakjes erop. Dit is eigenlijk echt mijn lievelingscadeau van alles. Vind ik zo leuk. Dan deze mini kerstballetjes. En dan als laatste dit cocktailreceptenboek. Ook echt super leuk. En dit is van Victor van... van First Dates. Ik heb dus een Bartsmuts ook, want dat wisten we al van elkaar, maar wel heel blij mee. Dan heb ik een Harry Potter boek, omdat ik sinds kort af en toe een keer boeken lees. En dit is wel echt een toegankelijk boek, omdat hij lekker dun is. Is heel leuk. En een draadloze oplader, die ik ook altijd al wilde. We gaan zo meteen nog eventjes natuurlijk de adventskalenders voor de laatste dagen uitpakken. En dan gaan we de nieuwe Home Alone film kijken. Oké, we hebben de kalender opengemaakt. Deze kaars, hij ruikt echt heerlijk. En dus echt een super leuk einde van de adventkalender. Ik geef de adventkalender echt serieus gewoon een 10. Wow. Hij kostte €250 en er zat voor meer dan €1000 aan waarde in. Dus deze zat op dag 25. Dag 24. En dit zat er dus in de Yankee Candle. En dit is de Creepy Snowman. Wie vindt deze nog meer creepy? Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Het is nog redelijk vroeg. Half acht uur, zoiets. Maar dat komt omdat wij om 10 uur in reis aan moeten komen. Want dan staat de jaarlijkse kerstfoto weer gepland. En wij moeten natuurlijk nog uit Rotterdam komen. Dus dat is nog eventjes rijden. Ja jongens, fijne kerst. Als jullie dit zien is kerst natuurlijk al lang voorbij. Maar hebben we nog wel oud en nieuws gegaan. Ja. Nou jongens, het is tijd. In deze ijskou. Ik zeg ijskou, maar ik heb nog een jas aan. Dit arme kind heeft blote mouwen. En moet op de kerstfoto. Dus als ik jou was, zou ik nu binnen gaan blijven staan. Wachten tot iedereen klaar is en dan naar buiten komen rennen. Wat is hier gebeurd? A bird has died. A bird has died. A bird has died. Goedemorgen, het is vandaag tweede kerstdag. Beter dan zondag. Yes! We doen vandaag... Vanavond gaan we het cadeautjespel doen. Of eigenlijk het dobbelspel doen. En we gaan lekker sushi eten. En voor de rest gaan we vandaag... Ja, het is gewoon een beetje een tweede kerstdag. Volgens mij is bij iedereen tweede kerstdag altijd gewoon een beetje lazy. Oh, dat is echt even lekker. Nou, wij hebben net lekker gegeten. Er is gewoon nog wonderbaarlijk veel sushi opgegaan. Niet alles, maar niet erg, want dat eet ik dan lekker morgen in Rotterdam op. En zometeen is het tijd voor het toetje. En daarna het
dubbelspel. En we hebben dit jaar meer cadeautjes voor mijn gevoel dan vorig jaar. Terwijl we ook 8 in plaats van 5. Ja, en we hebben ook een hoger budget. Dus dat wordt leuk. Jongens, de badge van het kerstdobbelspel 2021. Het is gigantisch. Dat is het voordeel als je met zoveel speelt. Ja, hè? Nou jongens, een beetje tegen de planning in, maar we zijn weer op weg naar Rotterdam. Ik vond het toch iets fijner, of ik vind het toch iets fijner om gewoon vanuit Rotterdam naar het werk te gaan. Want dat scheelt toch een half uur heen en een half uur terug. Dus een uur op een dag. En ik dacht, dan kunnen we morgenavond mooi de kerstboom opruimen en van schoonmaken en zo. En dan kunnen we gewoon donderdag en vrijdag echt genieten van onze vrijdagen. Jongens, ik ben een beetje dronken. Ik ga hem snel afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vond je dit nou een leuke vlog? Doe hier dan eventjes een duimpje omhoog en abonneer hieronder eventjes. En dan zien we jullie volgende week weer bij een nieuwe vlog. Doei! Yo.